Oké, goedemorgen. Wie ben jij? Goedemorgen, ik ben Koert Vossen. Ik ben bestuurslid bij de Groninger Bodembeweging. De Groninger Bodembeweging zet zich in voor gedupeerden in Gasland, zou ik maar zeggen, in Groningen. Ja. Mensen die schade hebben, fysiek, aan de woningen, maar ook psychisch bijvoorbeeld. Die ook financiële schade hebben, omdat hun huizen minder waard zijn geworden. Daar zetten wij ons voor in. En wij staan hier nu voor de Tweede Kamer op het plein met een tentenkamp. Dat doen we samen met de onveiligheidsregio. En wij staan hier omdat deze Groningers, die leven in een onveilige situatie. Een situatie die elders in Nederland niet geaccepteerd wordt. We hebben de deltawerken, we hebben veiligheidsnormen voor chemische industrie. Maar in Groningen geldt dat kennelijk niet. Er is een hele specifieke oud-politicus die daar heel simpel over denkt van, dan hoef je daar toch niet te wonen. Dat hebben wij hier willen uitbeelden van Groningers die Groningen willen ontvluchten, die een toevlucht zoeken naar veiligere delen van Nederland, waar ze wel gerust kunnen wonen, zonder zich zorgen te maken om hun huizen, om hun kinderen, om hun financiële situatie. Die kunnen zich hier melden. Oké, en hoe gaat dat? Er is een loket, daar kun je inschrijven. En dan kun je aangeven van wat je wilt en hoe de problemen opgelost moeten worden. Gisteren was debat in de Tweede Kamer. Minister-president was daar en minister Wiebes. Hoe vond je dat verlopen? Ja, minister-president heeft zijn excuses aangeboden. 3 maal zelfs. Maar wat hij niet ter sprake kwam, eindelijk heeft hij zijn excuses aangeboden. Ja, de grote beving van Huizingen was in 2012, dat is inmiddels 7 jaar geleden. Al die tijd hebben we hem niet gezien en niet gehoord in dit dossier. 2013, halfjaartje na de beving, kwam SODM, staatstoezicht op de mijnen, met een advies van breng de gaswinning terug naar 12 miljard kub, anders is het niet veilig genoeg. We zijn nu 7 jaar later, het is nog steeds niet zover. En gisteren, verdikke me, vertelde minister Wiebes dat hij nu eerst nog eens gaat kijken van wat betekent nu een gaswinning van 12 miljard kub voor de leveringszekerheid in Nederland. Dan zou je zeggen, er is 7 jaar helemaal niks gebeurd op dat gebied. Oké, hoe moet het nu verder gaan? Wat ons betreft gaat de gaswinning nu zo snel mogelijk omlaag. Dat wil zeggen per direct naar 12 miljard kub en daarna zo snel mogelijk naar nul. Er is maar 1 manier om dit te stoppen en dat zal niet in 1 en misschien zelfs niet in 2 of 3 jaar zijn, maar uiteindelijk komt de aarde tot rust als de gaswinning helemaal gestopt is. Dus hoe langer je dat uitstelt, hoe langer wij nog met deze ellende door moeten. En hoe langer jullie in verzet blijven komen. En hoe langer we in verzet zullen moeten blijven komen. Ja, wij doen het ook niet omdat we hier lol aan. Ja, we maken er ook soms wel eens een lolletje van. Maar wij doen dit omdat het pure noodzaak is voor ons Groningers. Oké, heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.